Welkom bij dit videocollege over politieke stromingen. De stroming die we vandaag gaan bespreken is het confessionalisme. Een moeilijk woord wat eigenlijk niet zo heel veel meer betekent dan de mensen die vinden dat je een samenleving moet baseren op het geloof, op de Bijbel en op de ideeën van de kerk. Nou, als we kijken naar Nederland, zien we daar eigenlijk vooral twee groepen in. De katholieken en de protestanten. Tegenwoordig zie je nog vooral in het zuiden van het land, in Brabant en Limburg, er wonen veel mensen die nog katholiek zijn, naar een katholieke kerk gaan. En in het oosten en het noorden van het land wonen vooral veel protestantse mensen. Allebei deze stromingen zijn christelijk. Wat betekent dat ze allebei geloven dat er één God is. Je noemt het ook al monotheïstisch. Er is maar één God. Ze geloven ook dat in de Bijbel het woord van God staat. Dus dat God zijn boodschap via de Bijbel heeft overgebracht. En dat je dus ook moet houden aan de regels die in de Bijbel staan. En ze geloven ook dat Jezus Christus, daar komt natuurlijk het woord christelijk vandaan, de Zoon van God is, de Messias, degene die de mensen gered heeft. Nou, wat is dan toch het verschil? Lange tijd was er maar één kerk in Europa, de katholieke kerk. En die katholieke kerk die was zichzelf eigenlijk steeds meer aan het verrijken. Grote mooie kerkgebouwen, bisschoppen die leefden als koningen, die ook steeds meer grond in bezit kregen en zich eigenlijk niet meer zo bezig hielden met het geloof. Althans, dat vonden sommige mensen in de 16e eeuw. En een van de meest bekende van die mensen die daartegen in protest kwamen was de monnik Maarten Luther. Hij zegt, de kerk die is alleen maar bezig, de mensen van de kerk die zijn eigenlijk alleen maar bezig zichzelf te verrijken. Die houden zich niet meer aan de regels van de Bijbel. Dat moet afgelopen zijn. En hij wilde dat de kerk weer beter werd. Hij vond de kerk ziek. Hij komt dus in protest tegen de kerk. En vanaf dat moment noemen de mensen die het daarmee eens waren zich protestanten. En de mensen die het daar niet mee eens waren en trouw blijven aan de kerk, noemen we Rooms-Katholieken. Hier zie je hem rechtsboven. De monnik Maarten Luther. Hij spijkert 95 punten van kritiek op een kerkdeur. Waarmee hij aangeeft waar hij het allemaal niet mee eens is. En dat kan mooi uitgebeeld worden met de prent die je hier ziet. Het is een prent van een protestantse tekenaar. Of schilder is het eigenlijk. En wat je hier ziet zijn de katholieken aan de linkerkant. De protestanten aan de rechterkant. Nou, hoe kan ik dat nou zo in één oogopslag zien? De katholieken zijn mooi aangekleed. En met name bij hem valt me dat heel erg op. Ik vermoed dat hij een bisschop of iets dergelijks is. Hij lijkt een beetje op Sinterklaas, Sint Nicolaas, wat ook een katholieke heilige was. Hij heeft een mooie mijter heeft hij op en een pij heeft hij aan. Verder zie ik hier monniken, die herken ik aan zo'n dat kapsel. Dat zijn de katholieken die in een klooster wonen. En aan de rechterkant zie ik de protestanten, die veel eenvoudiger gekleed zijn. Een simpel gewaad hebben ze aan, een mutsje hebben ze op, maar verder allemaal niet zoveel opsmuk. Nou, wat doet de tekenaar nou? Hij heeft een weegschaal getekend waaraan hij aan de kant van de katholieken de schaal gevuld heeft met allemaal versierselen, prularia die in de kerk stonden. Ik zie hier van die kelk, ik zie hier Christusbeeldjes, allemaal goud en zilver waar de kerken mee gevuld waren. En aan de kant van de protestanten heeft hij simpelweg de Bijbel in de schaal gelegd. En de boodschap van de tekenaar hiermee is, de Bijbel, het woord van God, dat is waarom het draait. Dat is wat het belangrijkste is en niet al die rijkdom in de katholieke kerk. Dus die tekenaar kiest hier heel duidelijk de kant van de protestanten. Hier even samengevat het verschil tussen die katholieken en de protestanten. Veel mensen in Nederland die waren dus protestant, zoals gezegd. In de tijd van de 80-jarige oorlog, de opstand, waren de gewesten die trouw bleven aan de kant van aan de Spanjaarden, die bleven katholiek. Dat waren Brabant en Limburg, wat tegenwoordig Brabant en Limburg zijn. En veel andere gewesten die werden vooral protestant. Dus je ziet in Nederland dat beide stromingen eigenlijk een rol van betekenis spelen. Wat wilden ze nou? Waarom
wilden zij een politieke rol gaan spelen, zou je kunnen zeggen. Want het is een politieke stroming. Nou, bij de katholieken zag je dat ze sinds die opstand die ik het noemde eigenlijk al gediscrimineerd worden. Zij waren een beetje de landverraders. Zij waren de mensen die de kant van de Spanjaarden hadden gekozen. En om die reden een beetje tweede rangs burgers waren. Ze mochten bijvoorbeeld geen eigen kerken hebben. Ze moesten zich verstoppen in een soort schuilkerken. Ze mochten geen functies in de overheid hebben. Want die katholieken die kon je niet vertrouwen omdat ze de kant van de Spanjaarden hadden gekozen. Zij wilden zich dus emanciperen. Ze wilden gelijke rechten als de andere groepen in de samenleving. Kijk ons, wij zijn er ook, wij tellen ook mee. Nou, dat deden ze onder andere door een politieke partij op te richten, de RKSP, de Rooms-Katholieke Staatspartij. Tegenwoordig heb je niet echt meer een aparte katholieke partij, maar je hebt het CDA. Dat is een partij waarin de protestanten en de katholieken samen zijn gegaan. En de leider van de katholieke partij, de RKSP, dat was meneer Herman Schaapman. Hij was een priester en hij vond dat het tijd was dat katholieken meer rechten kregen, dat er iemand opkwam voor de katholieken. Als je keek naar de protestanten, was hun belangrijkste doel eigenlijk om hun gelovigen, de protestanten, te beschermen tegen andere ideeën. Ze zagen nu om zich heen de liberalen steeds meer, of die hadden eigenlijk al invloed, de socialisten zien ze steeds meer invloed krijgen. Ze zien de katholieken die zich gaan organiseren en proberen mee te tellen. En zij moeten er allemaal niks van hebben. Die liberalen met hun vrije ideeën dat alles maar mag. Die socialisten die vinden dat iedereen maar gelijk is. Terwijl dat zij vinden dat God je plaats in het leven bepaald heeft. Die katholieken die het geloof helemaal verkeerd begrepen hadden. En vooral met rijkdom en allemaal rituelen bezig waren. Kortom, hun gelovigen moesten beschermd worden. Dus daarom gaan zij zich organiseren. Gaan zij een politieke partij beginnen. Die noemen die partij de ARP, de Anti-Revolutionaire Partij. Nou, tegenwoordig zitten er ook veel protestanten in het CDA, maar je hebt in Nederland nog wel echt protestantse partijen, waar dus niet zoals in het CDA katholieken lid van zijn. De SGP is daar een voorbeeld van, de Staatkundig Gereformeerde Partij, en de ChristenUnie is daar een voorbeeld van. In de 19e eeuw, de periode dat deze stroming een politieke stroming werd, was de leider van de protestanten, meneer Abraham Kuyper. Je kunt in je boekje overigens afbeeldingen vinden van deze leiders en ook van de politieke partijen, dus dat maakt het misschien wat duidelijker. Over een hoop waren ze het niet eens, die katholieken en die protestanten. Ze moesten weinig van elkaar hebben, maar over twee dingen waren ze het wel eens. Eén, God heeft bepaald wat er wel en wat er niet mag. Dat staat in de Bijbel. Dus je moet leven volgens het geloof en de Bijbel. En het tweede, zij vonden wel dat er een uitbreiding van kiesrecht moest komen. Dus dat er meer mensen wat te zeggen moesten hebben. Maar ook weer niet iedereen. Vrouwen waren niet in staat om een goede beslissing te nemen. Dat moest de man des huizes doen. Dus vrouwen mochten geen kiesrecht. En arbeiders eigenlijk ook niet. Dat was een beetje het domme werkvolk wat maar vooral revolutie wilde. En die moet je vooral niet te veel macht geven. Een belangrijk thema wat in Nederland speelde en wat heeft gezorgd ook voor een grote verandering was de zogenaamde schoolstrijd. Lange tijd was het zo dat de scholen waren openbaar. Wat betekende dat de regering het onderwijs bepaalde. Er werd daar bijvoorbeeld wel een godsdienstles gegeven, maar verder werd er niet zo heel veel met geloof gedaan. En dat wilden de katholieken en de protestanten wel doen. Ze wilden hun eigen scholen stichten waarin ze hun ideeën zeg maar mee konden geven aan de kinderen. Ik zeg het niet helemaal goed, want dat mocht wel. Je mocht wel een eigen school beginnen. Je had namelijk vrijheid van onderwijs. Maar dat moest je dan wel zelf betalen. En dat is bijna niet te doen. Zelf een school oprichten kost verschrikkelijk veel geld. Dus zij zeiden, wij vinden dat als de openbare scholen door de overheid betaald worden, dat ook onze scholen door de overheid betaald moeten worden. Nou, dat was een heet hangijzer, want de liberalen zagen dat absoluut niet zitten. En die zeiden van ja, dat is jullie keuze dat je een eigen geloof wil. En het was een heel heet hangijzer. En je ziet eigenlijk dat dit
Samen met die discussie over het algemeen kiesrecht, moeten nou wel of niet alle mensen stemmen, dat dat zorgt voor de verzuiling. Dus de verdeling van de samenleving in vier groepen. De liberalen, de socialisten, de katholieken en de protestanten. Die eigenlijk allemaal hun eigen ideeën hebben over het bestuur van het land. Nou, uiteindelijk wordt er een knoop doorgehakt. Er wordt een deal gesloten. Met een moeilijk woord, een pacificatie. Er worden handen geschud. En er wordt afgesproken. We gaan voor het algemeen kiesrecht. De gelovige mensen in de politiek, in de Tweede Kamer, die stemden voor het algemeen kiesrecht. Terwijl ze dat eigenlijk niet wilden. En voor een werkdag waarop je maar 8 uur mocht werken. En aan de andere kant werd er gestemd voor dat bijzonder onderwijs. Dus alle scholen van welk geloof, welke stroming dan ook, werden betaald door de overheid. En vanaf dat moment, 1917, betekende dus dat eigenlijk alle mensen in Nederland mogen stemmen. Alle volwassen mensen in Nederland mogen stemmen. En dat er alle scholen, alle verschillende scholen, vergoed worden door de overheid. Als je kijkt naar onze school, Stanislas College, is een school die ooit in Delft is begonnen als een katholieke school. En die waarschijnlijk nooit zo groot had kunnen worden als ze niet betaald werden. Als ze geen geld kregen van de overheid. Goed, tot zover de stroming van het confessionalisme.